Geachte directeurs, ik had echt naar dit moment uitgekeken. Alle provinciale rondes stonden in mijn agenda met stip genoteerd. Maar dan kwam er corona. Maar goed, laat ons daar niet al te lang bij stilstaan. Ik wil gewoon van deze gelegenheid gebruik maken om u van harte te danken, mijn appreciatie te uiten voor het gepresteerde werk van de afgelopen weken, maanden onder kei moeilijke omstandigheden. Ik besef dat jullie dikwijls tussen twee vuren zaten. Enerzijds de virologische, de veiligheidsvereisten, de verwachtingen van de overheid, anderzijds de verwachtingen van de ouders, en waarbij je heel heftige emotionele reacties kreeg. Ik ook, maar jullie zeker op het terrein persoonlijk meer dan ooit tevoren. Vandaar, ik denk dat jullie een fantastisch werk hebben geleverd, dat het Vlaams onderwijsveld hier sterker uitkomt, dat de perceptie, de waardering absoluut is toegenomen voor ons onderwijsveld. Dus je moet in elk nadeel ook de voordelen erkennen. En ik denk dat we als onderwijsveld een beetje dichter tot elkaar zijn gekomen, met de koepels, met de bonden, maar ook in de leraarskamer, denk ik dat ongetwijfeld eenzelfde effect zal gespeeld hebben. En dat anderzijds de maatschappelijke waardering, ook door de ouders, door de leerlingen, dat ook die is toegenomen. Dus je moet ook in het plas water de zon zien schijnen. Dus dank voor de geleverde prestaties. We doen nu een totaal andere ronde van Vlaanderen. Ik hoop desalniettemin dat u ook van deze ronde meer dan ooit zal kunnen genieten.